Koersen en zeilstanden, dat is echt basis van het zeilen. En ik denk dat het er bij jullie al ingestampt is vanaf het allereerste bootje. Dus dat gaat hier vrij snel gaan. Wat moet je kunnen voor je examen? Die typische windroos tekenen. De namen kunnen zeggen van de schepen, van de koersen. En zorgen natuurlijk dat uw zeilen juist staan. Hoe kun je zo'n windroos het makkelijkste tekenen? Wel eigenlijk door te beginnen met een achthoekje. Dan gaat het minste probleem hebben om die te tekenen. Voilà, mijn schuine koersen nog zo. Waarom doe ik dat? Omdat je dan ongeveer allemaal dezelfde achterkant van spiegels hebt en dat je niet veel te groot begint, al half rond zijn en dan nog een klein bootje hebt. Voilà. En dan teken je daar gewoon allemaal bootjes op en dan liggen die allemaal heel schoon. En dan gaan we beginnen, hè. Wind natuurlijk ook nog tekenen. En dan tekenen we de zeilen. We zitten met een in de wind. We zitten met een aan de wind. Tot in de hoek van de spiegel natuurlijk. Ietsje meer open halve wind. Nog ietsje meer open ruime wind. Voor de wind kunnen we ze allebei hebben. We zijn terug naar ruime wind. We zijn op halve wind. We zijn aan de wind aangekomen, weer naar de hoek van de spiegel en in de wind. En dan schrijf je het natuurlijk er nog bij. Wel voluit schrijven. Wat doe ik hier? Aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, ruime wind, halve wind, in de wind. Dat is de standaard roos. Aan de wind, het spijt mij. Amai. En ik zeg dat dit heel basis moet zijn. Dat is de standaard windroos en dan mocht je zeker niet vergeten om die extra koers er nog bij te doen. De beide windse koers. Dus die ligt tussen aan de wind en halve wind. Dus die tekent je er dan zo nog maar bij. Je zeilen zijn net iets losser dan aan de wind. Bij de wind. En die zit hier ook tussen. Oh, dat is al serieus los. Voilà. Bij de wind. En als je dat nog heel mooi wilt doen, kun je altijd ook je dode hoek aanduiden. Dus dat is van in het midden van je windroos. En die gaat zo wat naar de aan de windse koersen. En dat is je dode hoek, waar je niet kunt varen. En voor de rest moet je nog maar eens kijken in je boek wat erbij gezegd wordt. Maar de tekening geven is normaal gezien voldoende en zeker de benamingen voluit schrijven.